dan ik hier een dag met een dubbel gevoel voor Queen Elizabeth. Ja, absoluut. Want Queen Elizabeth is vandaag 95 jaar geworden. 95 kaarsjes mag zij vandaag gaan uitblazen. Maar het is natuurlijk ook nog steeds de periode van rouw voor de koninklijke familie. Omdat prins Philip haar man is overleden. Dus dat zal een dag worden met een dubbel gevoel. Volgens Harper's Bazaar zal de Queen haar verjaardag in kleine kring vieren met de familie. En voor het tweede jaar op rij zullen er niet van die traditionele saluutschoten te horen zijn ter ere van de verjaardag van Queen Elizabeth. Dat heeft te maken met corona. Ze willen niet dat er te veel mensen op afkomen. En dus is dat gecanceld. En overigens werkt de Queen vanuit huis ook gewoon nog door, ondanks haar respectabele leeftijd. Ze zal onder meer persoonlijk reageren op de condolences die ze heeft gekregen van wereldleiders. 95 jaar, hè? En 65 jaar al koningin. Wat kenmerkt haar nou? Hoe zij het doet? Wat ik vooral zo bijzonder vind, je zegt het al, hè, we hebben nu kijken met z'n allen naar die prachtige serie Queen, The Queen. Maar deze vrouw heeft zoveel... The Crown bedoel je, denk ik? Queen is Gambit. Ik heb iets gemist, maar ja. die moet ik ook nog kijken. Het is nog vroeg, zullen we maar zeggen. Maar deze vrouw heeft al zoveel premiers meegemaakt. Heeft al zoveel tijden meegemaakt. Zoveel internationale omstandigheden. Want dat is dan wat ik altijd denk. Van, ja, die heeft dan een soort van afstand krijg je dan bijna. Hè? Als je alles al hebt zien voorbij komen. Ja. Lijkt me machtig interessant mensen om een keer een gesprek mee te voeren. Nou, als dat maar, toch zou kunnen. Ik denken zojuist dat het gewoon heel interessant is. Bij deze sluit ik me daar dan ook graag bij aan. Okay. Als we dat met z'n allen kunnen organiseren. Bij deze, openlijke sollicitatie. Nou, ze kijkt van... Ja.